Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. In een groot deel van het land schijnt vandaag de zon flink. Alleen in het oosten en zuidoosten komt eerst nog bewolking voor en kan zelfs nog een spatje regen vallen. In de loop van de ochtend wordt het wel droog en vanmiddag zal ook daar geleidelijk aan de zon gaan doorbreken. Verder blijft het dan overal droog en het wordt ongeveer 13 graden aan de kust tot plaatselijk 15 graden in het zuidoosten. De waait een veelal matige noordelijke wind. Vanavond zijn er brede opklaringen en dan koelt het af tot de graad of 11 halverwege de avond. De wind wordt zwak of matig, kracht 2 tot 3 en draait geleidelijk aan naar het noordwesten tot westen. Dan morgen. In eerste instantie hebben we flink veel zon, zeker in de oostelijke helft van het land. In het westen komt al wat meer bewolking voor. In de loop van de middag gaat de bewolking vanuit het westen steeds meer toenemen, maar pas in de avond volgt er ook regen. Het wordt morgen 14 tot plaatselijk 18 graden. Dan dinsdag vallen er een aantal buien, misschien met een klap onweer. Verder wordt het 12 tot 14 graden en van tijd tot tijd schijnt ook de zon. Woensdag en donderdag blijft het op de meeste plaatsen droog en we zien dat al op de donderdag de temperatuur gaat dan geleidelijk verder omhoog. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.